beste kijkers. Welkom bij de 22e aflevering van Sasdom TV. En deel 3 van het 40-jarig jubileum van de Oeletoeters. In deel 3 zien wij bijna alle aanwezige Sasdomse oogeden in beeld. Ik zeg het bijna, omdat Gert en Hans niet zo goed hebben opgelet. Ik er zelf ook niet bij binnen. Wiegel, maar zie hem kijken waar ik nou naast sta. Een mooie Friese schone. Ja, het zal en ook niet. Mijn naam was Renske. Nee, was niet. Is. Is Renske. Is Renske. Renske, wat doe jij hier? Nee, Hans. Dit is echt een slimme vraag. Carnavalsvieren. Ben je zelf ook een carnavalsvieren? Nou, het is hier in Friesland heb je dat niet. Is dat, hier in Steek is dat een al een speciaal iets. Ja. Dat merk je dat je niet vaak. Maar nou ben jij zo'n lief bedeesd meisje. Maar dan heb ik hier een paar van die gasten om me heen staan. En die zitten van, ja, we hebben de beste van hier. Maar stel jezelf nou eens even voor, vriend. Hi, ik ben Michael. Michael of Michael? Michael. Michael. Ik kom uit Wognum. Wognum. En ook Friesland, Wiegert. Nee, West-Friesland. Oh, West-Friesland, Wiegert. Ja. En wat doe jij? Ik kan mijn bier drinken. Alleen maar bier drinken. Nou. En die muts die jij op hebt, dat stelt dat wat voor? Ja, dat ik zit dat bij noemen we geen muts, dat noemen we steek. Steek. Ik zit bij de krotenkokers. Uit Wognum. Wiegert, ik herhaal het niet, want het is gewoon een keer. Het is gewoon gezellig, het is leuk. Ik heb er nou weer naast me staan met een groen shirt op, die wil beweren dat ze de beste... Hofkapel. Nou, noem het. Ja, zeg het nou. Ja, beste Hofkapel van Nederland zijn. Ja, noem het Nederland. Noem het de wereld. Eerste keer, oké, West-Friesland. Maar, geeft u ben je in het kleine kroegje geweest? Ik ben nog niet in het kleine kroegje geweest. Heb jij verhalen gehoord? Ja, maar die gaan we hier niet vertellen, die verhaal. Want die heb ik gehoord. Ja. Fantastisch was het. Niet gebeurd. Geniaal. Het was geniaal. Wiegel, ik kan me niet voorstellen dat ze Le Bon de Bon kunnen overtreffen. Ik ook niet. Volgend jaar Kapellenfestival als misschien durven ze mee te doen. In Zwolle. Zijn we er? Zijn jullie er? Jij geeft mij straks je mailadres en je krijgt een uitnodiging via ons. Bij deze, we hebben er weer een voor het Kapellenfestival in Zwolle. Jongens, bedankt. Dame, bedankt. Renske, bedankt. Ach, kijk die Jolanda toch eens. Daar is aan onze stadsprins en Fjans. Here!
tv. Welkom. Ik wil iemand zeggen, mevrouw. Dank u. Snits. We zoeken een fotomodel. Ja, bye. Inderdaad, 44 jaar van de Oedertoeters. En ja, aan alles kunt menden. Maar wat zie ik in mijn ooghoek? Het is toch niet te geloven. Kijk eens wie er bij hem. Ja, wie gaat draaien niet meer wachten, hè? Hey, hey, aan. En wie kunt nou een leuke outro maken? Want je bent er allebei bij, hè? Al voor ogen tien, niet meer in de achterhand. Dus, ik wil even met z'n drieën om je een afscheid nemen. Oh, of enig scoops. Ik heb nog weinig scoop, maar ik ga nog even op tour. Wie hebben nog wel een scoop, hè? Vorige week, hè? Dat hebben we al hè? Ja, jullie wel. Je scoopt alles weg. Ja, dat hebben we. Maar ja, hoe zit het nou met dat jasje van Gert? Ja, dat is jullie naar doen. Ja, en heb je zelf weer. Je hebt dat rubbeling aan Gert T. Nee, dat heb ik zelf gedaan. En dat is nooit meer teruggekomen. Dus dat heb ik zelf gedaan. Volgende week in Marijsjaan laat dat jasje weer Gert op de schoolte zijn. Dus Timmerman, je hebt gehoord. Zorg dat het terugkomt. Moet ik nog met een bloemetilaars of zo? Het spijt me of zo. Nee, dat hoef je niet. Nee. Goed kusje achterdoor vergeten is wel. Ik ben alleen blij dat ik ben. Nou, ik ook. Ja, kijk, want ik, eerlijk dat gezicht. Dat gezichtje van jou, dat zie ik toch liever op de camera als. Maar Wiegel, die begon er van nu op. Die trappenman. Die trappenman is morgen weer. Zal die handen er even doorwassen. Ai!
Wiegel, hoe hebben we hier zo'n mooi feest gehad, hè? Allemaal er binnen, alles heeft zich binnen afgespoeld. Maar als je nog respect moet hebben voor één man. Die kwam hier om 12:30 aan, toen stond daar buiten en hij zit nu nog buiten. Nee, nou buiten, ja. Echt volle respect, volle respect. Dat bedoel ik. En nee. Helemaal alleen? Helemaal alleen. Ja. En alles in goede baan leiden? Alles in goede baan leiden. Ja. Nou, ik. Als ik volgende week de hoogheid in Zwolle tegenkom, ja? Zal ik eens even vragen of je ook een onderscheiding hebt gehad. Ik heb nog niet een onderscheiding. Nee, dat bedoel ik. Nee, dat bedoel ik. Nou, ik zal hem de volgende week. Wieger, help me onthouden. Ik zal hem ervan helpen herinneren. Want dit verdient het toch wel een echt een vette onderscheiding. Ik ben blij dat wij hier heel huis parkeerplaats op zijn gekomen. Ja, en ik denk dat we er ook weer afkomen. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Nou, ik wens je in ieder geval nog een hele fijne avond. Ja, en een fijn weekend. En een goed weekend. Ja. En, zorg dat je netje in je droogje komt. Ik wel. Mooi. Nog eventjes en dan ga ik naar binnen. Oké. Ja, 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 ja. Hey, hartstikke bedankt en fijne avond, hè. Ja, jij ook, hè. Yo. Wel, lieve mensen. Wij zijn niet tot het einde gebleven. Maar we hebben wel gehoord dat het nog heel lang gezellig is geweest.